Overal zie je de berichten alweer verschijnen. Ja, we krijgen te maken weer met de klimaatkneuzen. Ze gaan zich weer verzamelen daar op de A12 in het weekend. En dan willen ze dus daar elke dag willen ze daar gaan zitten. En net zolang tot, zeg maar, de regering gaat doen wat zij willen. Ja, hoe vind je die? Ja, dat is me weer van. En ik denk bij mezelf, dan gaan we weer dat hele circus krijgen. Dat is weer dat hele media gedoe. Dan krijgen we weer elke dag op het journaal. Ze zitten nog op de A12. En dan krijgen we weer de politie die daar een beetje half bakken wat gaat doen. Die tillen dan die mensen een beetje zo van dat asfalt af. En die stoppen ze dan in een busje en die brengen ze weg naar het politiebureau. En dan mogen die mensen gewoon weer vrolijk naar huis. En dat was het dan. Weet je? En dan gaan ze daar weer zitten, want ze blijven daar dus hele week en misschien wel veel langer zitten. En ik denk bij mezelf, laten we dat nou gewoon even anders aanpakken. Laten we die klimaatkneuzen daar nou gewoon lekker zitten. We maken keurig een omleiding daar. Hoeft niet eens zo lang te zijn bij die A12. Nou, klaar. En we laten ze gewoon lekker in hun sopje gaan koken daar. Ga lekker zitten op die A12. Weet je wel. En geen aandacht aan schenken. Net als met kleine kinderen, weet je wel. Kleine kinderen, die kunnen dan zo verschrikkelijk jengelen en schreeuwen en huilen en gillen en krijgen ze hun zin niet. Nou, en die negeer je dan. Daar kijk je dan verder niet meer naar om. Nee. En wat je dan doet, dan, als ze zich weer gedragen, dan beloon je ze. Ja. En zo ga je met kleine kinderen om. Dat moet je ook met die klimaatkneuzen doen. Gewoon geen aandacht aan geven. Geen aandacht aan schenken. En pas als ze... Kijk, want nu gaan ze daar zitten op die weg. Als een stelletje verongelijkte en opstandige pubers. Maar die moet je gewoon pas als ze zich gaan gedragen. Als gewoon echte volwassen mensen. Die nog gewoon normaal protesteren. Dan kan je ze aandacht geven. Ja, dan mogen ze in het journaal. En nu niet. Gewoon laat gaan. Ga lekker zitten daar met z'n allen. En hopelijk is het nog een beetje slecht weer ook. En dan zoek het uit verder met je onzin. En verder niks. En als je daar zit en niemand schenkt aandacht aan je, dan zit je daar gewoon volstrekt voor joker. Ja, dan zit je zo verschrikkelijk voor lul. En dan kijk je links en dan kijk je rechts en niemand bemoeit zich met jou. Dan zit je daar met je bordje. Yes. Ja, zo moeten we het doen met de klimaatkneuzen.